Minister, hier aangekomen op het ministerie hebben we een aantal buitenlanders gezien. Kunt u ons vertellen wat de bedoeling van de gasten hier op het ministerie precies is? We hebben heel vroeg begonnen met een ontbijtmeeting met 17 gasten uit het buitenland. We hebben hier een historisch feit dat er 4 instellingen zijn gekomen om over 1 financieringstraject te praten waarbij ze alle 4 inkomen. We hebben hier voor de Islamic Development Bank, onze bekende partner. We hebben het OPEC Fonds voor Internationale Ontwikkeling, OPEC, wat we noemen de OFIT. We hebben de Caribbean Development Bank, ook een bekende partner sinds we lid zijn vanaf een paar jaartjes terug. En we hebben een nieuwe partner bij gehad, dat is het Kuwait Fund for Arab Economic Development. We hebben het verzoek voor financieren van het energietraject. Een 100 miljoen. De details zijn natuurlijk via het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en de IBS. We hebben dat traject ingezet in 2017 met de Islamic Development Bank. En partners die dat gehoord hebben, hebben direct gezegd van we willen ook graag mede financieren. En het Kuwaiti Development Fund, die heeft in bilaterale gesprekken die we met ze hebben gehad, hebben zij ook hun interesse uitgedrukt om mede te helpen financieren aan projecten van Suriname. En ze zien het energieproject als een heel interessant project om mee te beginnen. Ik moet zeggen dat het Abu Dhabi Development Fund niet hier is, maar ook hun toezegging hebben gedaan dat ze graag hierin willen financieren. Dus je praat over 5 partners en die zeggen van gewoon op het kompas van de ISDB te kunnen varen als het gaat om het financieringsmodel. Dus 4 partners hier en eentje buiten van die 5, in feite zijn er 2 compleet nieuw. Geeft aan de interesse van Suriname, dat is 1. 2 geeft ook aan dat wij als klein land niet alleen staan. We hebben het vaker gezegd, we hebben zoveel vrienden in de wereld. We hebben nu 2 nieuwe vrienden bij en die willen ons helpen in ons ontwikkelingstraject. Dus vanmorgen had ik een ontmoeting met hun, zo welkom hetend, namens de regering. En ze ook inschieten op de macro-economische ontwikkelingen, de issues die zij hebben, de vragen die ze hebben, vooral voor de nieuwe partners. En ze gaan een heel druk traject. Ze zijn nu geloof ik bij de IBS, daarna gaan ze naar NH. Ze gaan ook andere meetings hebben met ons, met andere partners, zoals met de IDB. En los van het energieproject waarvoor ze specifiek zijn gekomen, willen ze ook graag andere vraagstukken die wij gefinancierd willen zien via onze donors willen ze ook op tafel hebben. Dus er zijn een aantal meetings over volksgezondheid gepland. Er gaan wat andere komen naast wat we hier met ze bezig zijn nu. Ook met de update van lopende projecten die al bezig zijn. Dus het is een uniek moment dat wij zoveel partners op hetzelfde moment samen hier hebben. Dus we hebben een heel interessant programma voor ze in elkaar gezet, waardoor men een heel goed beeld heeft van onze vraagstukken, maar ook een goed beeld heeft van wat het land is. Weet je, er wordt zoveel gezegd over Suriname via social media, etc. En als men komt naar Suriname, is men verrast van God. This is a nice place en we voelen ons helemaal op ons gemak. En ze willen graag bijdragen, omdat ze ook zien van hoeveel, efforts, hoeveel moeite we zetten in het ontwikkelingsproces. Dat toch wel vaker gestagneerd is geworden van ons sociaal programma, hoe zwaar het is. Maar we willen het volbrengen, weet je, dat we vandaag de dag energie willen brengen naar alle hoeken van het land. Water willen brengen naar alle hoeken van het land. Gezondheidszorg overal. Onderwijs overal. Het
heeft een zwaar kostenplaatje, maar dat is de agenda van de regering. En deze partners zijn heel erg bereid om ons te helpen. Dus we hebben ze zijn hier tot 18 januari. Ze hebben een paar zware meetings. Als ik het, ze zitten bij NH vandaag, EBS vandaag. Er zijn daarna presentaties van hun over verschillende modellen. Ze gaan door met die instellingen die met energie te maken hebben. En daarna zijn er dan op andere dagen toch wel, los van bezoekjes, zijn er wat concrete discussies over andere projecten. En de bedoeling is dat wij aan het einde van de rit van deze week een memorandum of understanding kunnen hebben die alle vier partners kunnen tekenen. En dat vind ik fantastisch. Ik ben er heel erg blij mee dat ze allen de moeite hebben genomen om van ver te komen, om hier te zijn. En als ik zeg, vier organisaties, 17 man, ze zijn echt met hun hoofd van delegaties, hun ingenieurs, maar ook hun juristen gekomen. Want ze zeggen van, kijk, als we van hier gaan, moet het al rond zijn. Dus voor ons is dat prachtig.